In alles dat ik tot nu toe heb ervaren, kom ik steeds weer terug op één belangrijke vraag. En dat is, wat wil ik? Wat wil ik precies? Waar wil ik naartoe? Wat wil ik precies bereiken? En deze vraag is bijzonder belangrijk op alle levensgebieden. Van carrière tot relaties, tot financiën, tot familie, gezondheid en alles wat belangrijk is voor jou. En van alle succesvolle mensen die mij inspireren, die ik volg, hebben ze allemaal één ding gemeen. Ze weten precies wat zij willen. Ze weten wat zij willen en ze gaan voor datgene dat zij willen. Dus maak de tijd en neem een rustig moment dat goed is voor jou, dat jou goed uitkomt, om jezelf deze vragen te stellen op alle levensgebieden. Wat wil ik? Wat wil ik precies? Wat wil ik precies bereiken? Waar wil ik naartoe? Want dat bepaalt de richting van jouw leven. Het is net als wanneer je in een auto stapt en ergens naartoe gaat. Je weet, je kent je bestemming, je weet waar je naartoe gaat. En van alle straten die er zijn, weet je precies wat de mogelijke routes zijn om naar daar te gaan. Maar als je in je auto stapt en je weet niet precies waar je naartoe wil gaan, of waar je naartoe moet gaan, kan je op een gegeven moment beginnen met rijden. En je hebt op een gegeven moment zoveel kilometers achter de rug en je komt op een bestemming waar je eigenlijk niet wil zijn. Dus daarom is het belangrijk om jezelf deze vragen te stellen. En je hoeft niet te wachten op het nieuwe jaar, je hoeft niet te wachten op het juiste moment. Maak jij dat moment voor jezelf. Begin nu waar je bent, met wat je hebt, met de kennis die je hebt. En stel jezelf die vraag. En als je die vraag hebt en als je het antwoord hebt. En soms moeten we niet overdenken, overanalyseren. Stel jezelf die vraag en voel wat naar boven komt. Voel wat naar boven komt. En dan heb je antwoord. En het ligt dan aan jou, aan ons. Wat wij gaan doen met dat antwoord. En in mijn ervaring, of althans ik heb zelf ervaren dat wanneer wij in lijn of in afstemming leven met dat antwoord, dat wij die innerlijke rust, innerlijke vrede, innerlijk geluk ervaren. En het moment wij niet in afstemming met onze pad, met onze datgene dat wij willen leven, daar ervaren we onrust. Uiteindelijk ligt de keuze helemaal aan ons. En ja, ik ben er zeker van dat ik met deze video jou heb kunnen inspireren om deze belangrijke vraag aan jezelf te stellen. Je hebt elke dag de kans om de keuze te maken om jouw leven te leven in de richting dat jou gelukkig maakt. Het is jouw reis. Heel veel licht, liefde en kracht en succes op jouw reis. Zorg ervoor dat je tijd maakt om jezelf deze vraag te stellen. Heel veel lobby.